Hallo iedereen, het is tijd voor eindelijk de update van deze maand. Het is toch, ik vind het een leuke update. Het is niet zo geweldig update als vorige maand of maand daarvoor en zo. Maar dit keer gaan we in ons eigen huis te werk met een aquarium. En dat aquarium, dat zal ik eens even laten zien dat je gaat maken. Je hebt hiervoor 63 constructies nodig en 20 fishing. 20 fishing om de vis samen te vangen. En het aquarium ga ik maken. Ik vind dit echt wel een mooie plek. Zo naast mijn mooie Statue of Tamarok. Oké, bult door hotspot. En dan zal die naar laag gaan en daarvoor 63 zal daar aquarium moeten staan. Het kost 200k. Ik kan hem draaien als ik wil. Of draaien. Ik wil hem zo hebben. Dus ik bouw hem. Nou, we hebben natuurlijk dit gedaan, zoals altijd dat je iets doet. En dan gaan we eens kijken wat ik nodig heb om iets te bouwen. Een fishbowl, 5 brons bars, fishbowl, brons bar, porthole en telescope lenses. Oké. Dan ga ik even kijken naar de fish head spot. Mounted swordfish, mounted sharks of mounted great shark. Dus ja, niet heel veel bijzonders, behalve de raw great white shark dan. Dan hebben we de pond broker hotspot. Ook even kijken wat daarvoor nodig is. Teak plank, mahogany plank of mahogany plank en porthole. En even kijken in de supply hotspot. Zien we een fishing net. Of kun je het fishing net, twin anchors of bait barrel neerzetten. Het 100 fishing bait erin. Dat is interessant. En de sentry piece. Daar kunnen we een app inzetten. Figurehead. Shark jaws. Nou, eens kijken om hier naar binnen te gaan. Dan kunnen we zo objecten kiezen. Oké, select een object. En dan kan ik in dit hoekje zeewier plaatsen. Yeah. Wat? Oh, ik kan ook zelfs draaien. Zo. Oké. Nou, ik kan hier een schip neerzetten. Wacht, kan ik hem ook nog? Remove. Oké. Ik wil daar een schip hebben. En ik wil daar een. Oh. Je hoeft nog maar. Oh, oké. Een kasteel. Ik wil ook een kasteel hebben. Je hoeft nog maar items. Oh, en een plug. Standaard plug. Stone of Jazz plug. Oké. Wat zet ik die daar? Niemand vindt een plug leuk. Oké. En go! Ik wil erin. Oké, dan ga ik eerst even deze dingen maken die hier staan. Laat ik dat maar eerst gaan doen en dan kijken of het lukt. Nou, ik heb even gelezen om een porthole te krijgen. Er zijn twee manieren voor. Of je koopt van andere spelers, of je gaat hem zelf vinden. Dus dan leg ik uit hoe je hem zelf vindt. Als je gaat vissen, kun je voortaan ook fishing eggs krijgen. En voor iedere 25.000 HP dat je hebt gevist, dat wil dus zeggen een shark hield 2000 volgens mij. Dus na 13 sharks zou je dan een prawn ball krijgen. In ieder geval 90% kans dan. De andere 10% is dat je een prawn cracker krijgt. Prawn cracker is beter, want dan heb je met twee mensen die de reward krijgen. Dus als je een prawn ball opent, dan heb je kans dat er wat in zit. Er is 25% kans, dus 50 op 200 is 25% kans dat je een brandpenje krijgt. Dus om, nou, zal ik daar ook op terugkomen. 10% kans op 1 tot 5 Baron Sharks. Ook 10% kans op Kelp Decoration. Dan 7% op Telescope Lenses, stel dat we zagen dat we nodig hadden voor iets te bouwen. Ook 7% voor Mummet Burst Decoration. 7% voor Portal, wat dus nodig is. 5,5% message in a bottle. 5,5% voor Chuck Jawbone. 5,5% voor Ship Figureheads. 5,5% voor Anchor Decoration. 4% voor Prawn Pond. Even kijken. Zoals ging met de Prawn Penny ook te maken hebben. 3% op Treasure Chest Decoration. Dan Decoration. Ook Virago Decoration is 1%. White Wolf Mountain Decoration 1%. Cannon 3%. Citrol, Egg Decoration 1%, Fishing Gold Decoration 1%, Travel Mask is 1%, Fremdek Longboat Decoration 1%, en dan Golden Mystery Egg, is dus een ei
om vis tegenvan te krijgen ze 0,5% en een golden brand krijgen ze ook 0,5%. Dan ga ik even kijken naar het verschil. De golden brand krijg je sowieso een egg, zie ik. En de golden mystery egg is... Oh, is een tier 2 krijg je dan. En die andere krijg je tier 4. Dan de brand pennies, dat is... een item. Dat geldt voor 25 vis. En dan heb je de kans vergroot... op een golden fish egg te vinden. Golden fish egg is dus... dan kun je dus gebruiken om daar vis in te douwen. Simpel gezegd. Zo ook waarschijnlijk de pound, maar dat is dan voor 100 vis. Dus dan ga ik kijken of ik het item kan kopen, de porthole. Daar ben ik best benieuwd naar. Porthole. Ik denk dat die op het moment heel duur is. Kan ik hem niet... Dadelijk moet ik hem gewoon van andere mensen. Ik kon hem toch kopen. Ik dacht dat ik hem kon kopen. Misschien lieg ik wel. Oh nee. Ik kan hem niet kopen. Ja, ik kan hem wel kopen, maar het moet direct van andere mensen zijn. Dus dan moet ik gaan vissen. Laat ik dan gaan vissen. En ik moet snel vis vangen. Dus dan neem ik fly fishing rod. Fly. Oké. Okay. Oh wacht, die heb ik in mijn dingen heb ik feathers nodig. Die moet ik dus kopen. En natuurlijk mijn champion tackle box. Maar eerst weer gaan kopen. Tenminste, ik denk dat ik daarmee heel snel vis kan vangen. Dus sneller aan die 25.000 HP kom. Dus je kunt bijvoorbeeld sharks blijven vissen. Maar dan heb je dus het probleem dat het ook even duurt wat je shark vindt. Ik denk dat ik sneller 20 van het ene vind dan 10 van het andere. Dan gaan we naar Ketchabai. Ik had ook Fishing Guild kunnen gaan, ik had ook andere plekken kunnen gaan. Ik kies gewoon Ketchabai. Trouwens, voor het betreft de life points, de barbarian fishing, die monsters geven ook, maar dat is gecalculeerd in het level hoeveel life points die zouden geven als food zijnde. Wacht, fly fishing is in een rivier. Dit is aan zee. Dan ga ik naar Edgeville. En zijn we hier nu bij de rivier om te gaan vissen. Ik weet niet hoe snel het me gaat lukken. Message in a bottle. Oh, die wil ik hebben. Dat is een item van... je kunt gebruiken als fashion. Dus die heb ik nu. Hoppa. Dat is gratis. Gratis opgepakt. Ik had nog niet eens iets gedaan. Toch prachtig. Dan ben ik ook benieuwd. Deze hier inzet. Doet hij dan droppen? Doe jij droppen als ik dit doe? Hallo? Het gaat erin. Ja, dat is een drop optie. Mooi. Dan kan ik sneller droppen. Dat is makkelijk. Ik kan inhouden. Werkt dat? Ja, dat werkt. Mooi. Is dat makkelijk. Dan ga ik even doorvissen of ik iets krijg. Oké, dus ik heb 3 items van een grond opgepakt. Die heb ik zelf een brown ball. Dus kan ik checkpoints. Dus je hebt 1 one proc points to spend in your aquarium. Uncurl. En zit mermaid purse decoration in. Ah, ik heb de portal nodig. Ik zag nog iets. Als ik hier naar de diving... Deze heb ik nodig om dus erin te gaan. Ik had daar voor de grap tussendoor gekeken. En ik kan dus meteen de Salvage Hunter Suit maken, want ik heb Telescope Lenses gevonden. Dat is makkelijk. En... Ja. Nou, eens kijken of ik hier al iets kon. Volgens mij kan ik al die Jaws maken. Dus dan heb ik die ook al meteen. Gewoon als het eruit ziet. Smoky Plank. Bronze Bars. Fishing Ball. Mahogany Planks. En die heb ik een vis nodig. Nou, dan ga ik het even halen. Nou, met bijna al eens op mijn bank, al boven de fishbowl, ga ik nu de diving suit maken. Salvage Hunter diving suit. Bam!
Oh, Shark had ik ook kunnen pakken. Build in the whole piece. Chak chak. Supply hotspot. Oh, heb ik niet. En die had ik ook niet. Ik moet opereren, moet ik zeker dat doen. Dus dan moet ik in mijn gewoon huis gaan. Zonder. Oh, wacht. Ik kan de ding neerzetten. Nee, ik kan wel gewoon erin. En dan nu is het tijd om erin te gaan. Je gaat er ook meteen in. Zonder optie in te klikken. Oh, hier is mijn schip. Hier is mijn kasteel. Oeh. Interessant. Wauw. Ik kreeg hier gewoon. Oké. Nou, je kunt je eigen zee hier halen. Als je dat in hebt. Je kunt erop items zien. Ja, oké. Dan heb ik daar een plug. Oké. Ja. Meer heb ik eigenlijk niet erin, hè. Om nog iets verder te bouwen. Ik heb ook even mijn Shark gehaald. Dus dan kan ik deze ook bouwen. Bam! En deze hotspot. Bam! Interact. Oeh. Mijn bonus brandbos. Oh, als je een enig fishing hebt, dan kun je brandbos krijgen. Gratis 50 stuks. Eenmalig. Je professor. Ah, oh, ik heb een plank bespaard. Wat kan ik hier doen? Nou, als je stel denkt, ik vind die brandbos heel irritant, dan kun je hem bij settings, bij dit ventje zeggen, ik wil er geen meer vangen. Dat kan. I would select my perks. You have one prime point to spend. En dan kan ik kiezen uit gain brandbos more frequently, rotfish without using bait. Oké. Gain a landmark of your choice voor je aquarium. Gain 10 prawn pennies. Ik wil meer brandbos. You know, gain brandbos at the crater rate. Dat maakt niet uit, ik kan niet eens kijken of ik meer kan. En voor de completionist cape, mensen. Tenminste, zijn completionist en trim completionist cape requirements hiervoor. En die zal ik even opnoemen wat je daarvoor moet doen. Want er zit wel iets bij natuurlijk. Voor de completionist cape, mensen. Wat je moet doen in deze nieuwe update. Is zorg dat je alle brandperks krijgt. Dus deze, al die brandperks die je hier kunt halen met punten, die heb je nodig. Voor de mensen die voor trim gaan, of trim willen doen, gain al brandperks from your aquarium. Ook. Oké. Ik was net echt totaal iets anders. Ga ik snel nog even kijken wat hier stond. Oké. Nou, in ieder geval gewoon alles inloggen. Eigenlijk, dat is genoeg. En ja, voor de rest, succes. Ik bedoel, voor mij is het ook nog een beetje uitzoeken hoe alles te werken gaat. Ik kan wel mijn bottle natuurlijk neer gaan zetten. Ik wil mijn bottle neerzetten. Dat is een plug. Ik heb hier een fucking message in een bottle. Ja. Dus dan wil ik die ook neerzetten. Stone at the castle. Nou, succes!